Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Iedereen, dus vergeet geen blauw duimpje. Ja, toepasselijk. Blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En daar gingen jullie al. Mijn houderke wil soms niet blijven staan. Dan moet ik soms improviseren hoe ik mijn voetjes moet zetten. Voilà. Ik ga nu ook mijn jas aan doen. Ik ga terug naar buiten toe. Ik ga sandwichje kopen. Ik ga beleg kopen. Dus op naar de winkels. Allee, waarom moet je dat zo nu niet houden? Voilà. Ah, oh, dat is toch altijd iets, hè. Niet wat houden. Voilà. Bij deze. Nog een keer, één keer zoals terug. Voilà. Toppie. Dus, wat ga ik ook nog sowieso meenemen, mensen? Dat is de kabel. De powerbank. Mijn schoenen moet ik ook nog aandoen. Pas op, hier staat de camera. Dat is verschoot mijn schat. Van mijn gat. Voilà, je ziet de mensen zeggen nu voorbij lopen. Dat is goed. Dat is goed. En mensen, wat vonden jullie van de vlog van gisteren? Laat het hier in de comments weten. Een uur en een half vlog. Echt waar, dat heb ik voor jullie echt met heel veel respect is in elkaar gestoken. Ik heb proberen weer op vandaag ook nog zo'n vlog van te maken. Niet zo lang natuurlijk. Maar wel ongeveer van een uur wil ik toch wel proberen. Dus ik heb hier al wat spelletjes spelen. Misschien komt het er nog aan. Dat weet ik niet. Dat gaan we nog op zien. De vlog is ook al aan het uploaden. Dus daar ben ik ook al blij om. De sandwiches zijn besteld. Ik ga nu naar de winkel toe. Voor beleg ook te kopen. Ja. En dan kunnen we lekker gaan ontbijten. Hè, schat? Yay. Yay. Voilà. Kijk wat ik ook weer dat ik eens keer toe als ik mijn schat ga verlaten. Oh nee. Kijk. Hup. En we hadden weer al stroom. We staan onder high voltage. Oeh. Ja. Ik ga gewoon mijn tas in de week zetten. Voilà. Zijn wij tas van boven? Eens kijken. Jat. Jij hebt nog een tweede tas, ik en niet, hè? Ja, dat is wel. Voilà. Voor deze staat klaar. Ik zet zelfs als ik terug ben de koffie. En dan kunnen we zelfs eten gaan. Voilà. Ja, zo is dat dus elke morgen. Nu, dus even naar de winkel gaan. Even langs de brievenbus gaan. En nu, gisteren was het echt laat geworden. 2 uur 's nachts. Zal ik nog wat spelletjes te spelen op mijn tablet? Oh. Niet goed, hè, mensen? Niet goed, niet goed, niet goed. Wow, ik ben echt moe nog. Oh, mannetjes. Oh ja, juist. Ziet, als je buiten komt, word je pas te goed beter wakker. En dan pak ik ook nog altijd de verkeerde sleutel. Voor mijn brievenbus wakker te krijgen. Open te doen. Niks in de brievenbus. Oh shit, ik ben nog iets vergeten. Boven. Op, terug naar boven toe. Of al moet ik het zo doen? Ik hoorde het. Schatje? Schatje? De deur is open. Schatje. Moet je hem achter u sluiten? Schat. Schat. Ja, ik ga het opdrukken.
Ja, maar ik bedoel, luister eens te gooien. Kunt je eens de uwe bankkaart naar onder gooien? Die ben ik opnieuw vergeten. Allee, ja. Tot zo, joe. Voilà, zo kunnen we dat ook doen. De eerste 5 minuten van de vlog, geweldig al. Dus even kijken waar zij dat gaat gooien. Ja, daar. Sorry, ik was vergeten. En dat papierken ook. Waar ligt die? Die ligt op het oog. Dan kan ik, dan vergeet ik uw nummer niet. Want dat ga ik niet zeggen in de vlog. Ja, en ondertussen tijd hangt ook nog altijd mijn witte laken. Ik vind het niet. Dat kartonnetje. Jawel, daar staat de boodschappen op en dat is zo'n flapje. Nee, er staat alleen 70 op. Doe die eens open. Laat dat maar vallen, laat maar vallen. Voilà, en dan heb ik hem. Aardig, dat kan ik vertrekken. Yo. Ah, voilà. En dan schat u terug de raam toe. En het heeft precies geregend. Heel mijn auto is nat. Ah, sorry. Brrr. En het is toch zo frisjes buiten. Ik had direct kunnen zeggen hoeveel graden dat het is. Allee, tot ziens. Yo. Wait, I know that you're afraid, but it'll be okay if you just stay with me. We can run from here and we can disappear, and they won't find us where we are going, dear. So baby, hold on to me, 'cause I know I can make you believe something that only we can see. Oh, so baby, hold on to me, hold on to me. So if I'm terug aankomen op mijn appartementje, dus ik ga nu uitlaaien. Dus hier ligt het beleg, sandwichje en ook, jawel, de woef woef is er ook bij, de Samson worst. Oh, dat eet ik toch zo graag. Dus en dan het rest van het geld geef ik ook dan gewoon terug aan haar. Ja, bij deze, ik ga ook nu hier ook moeten stoppen met vloggen, want mijn gsm is nog altijd plat. Ik gaf juist aan 5%, dus ik ga nu ook beëindigen. Dan kan ik die trek ook in de lader gooien. Dan is hem zelfs terug te goed opgeladen voor nog wat meer opnames. Ja mensen, na de afwas kwam de facteur langs. Ik zag die dat hij een pakketje vast had. Ik joef naar onderschat. En dit is een pakketje waar ik eigenlijk al echt letterlijk en figuurlijk jaren aan een stuk aan het zoeken was. Echt jaren aan een stuk. En eigenlijk in de verkeerde editie. Maar nu heb ik hem wel in de juiste editie. Ik zal het dus voor jullie gaan openmaken. Ja, aan de andere kant staat mijn adres. Dat ga ik wel niet vertonen, hè. Ja, schat. Klopt, maar ik ben een beetje naar achter gegaan omdat je dan helemaal in beeld zit. Oké. Klapke, kom terug. Lukt nog niet zo goed, mensen? Voilà. Normaal gezien nu wel. Ik voel hem al. Oh ja. Oh ja. Oei. Bij de verschepen is een klein beetje beschadigd, maar ik heb hem! FIFA 97. Heel blij ben ik ermee om. Dat was ik dus echt jaren aan een stuk aan het zoeken. Voor terug op een PlayStation 1 te kunnen spelen. Geloof van, ik dacht dat dat eerst altijd 98 was, maar de 97, daar kun je zelfs hier. Dat is maar 1 keer uitgebracht. En indoor kun je daarmee voetballen. We gaan nu ook eens even het open doen. CD'ken ziet er nog altijd geweldig uit. En dat we ook altijd trek doen. Geen krassen. Amai, dat is precies een volledige nieuwe spelletje. Alleen één grote minpunt, stond er wel bij de beschrijving, dat het doosje was beschadigd. Dus, en het is ook. Het is aan de ene kant hier zo beschadigd, ziet, hier zo. Zie je dat op de camera?
Ja. En hier is dat ook zo wat beschadigd. Maar voor de rest... Hier ook een kleine beschadiging. Maar voor de rest is het echt heel goed aankomen. Eigenlijk telt de inhoud ervan. Is het niet, schat? Ja. Ah, wel, nu mogen we stoppen. Ik heb genoeg getraind op Trackmania United Forever. Ik ben er klaar voor morgen de competitie aan te gaan om 8:00 s'avonds. Je kunt nog altijd inschrijven. Als de vlog ook online is, kun je nog altijd inschrijven. De gegevens staan op www.psychotv.be en dat gaat uit van Gamer Room. En nu ga ik voor jullie, jawel mensen, ga het doen. Ik ga een potje FIFA spelen indoor. En dan kunnen jullie dat ook eens zien hoe dat is op mijn channel. Ik zal zeggen, veel kijkplezier. En ja, ik ga ook wat commentaar geven. Hè. Van yes! Cool en al. Voilà, mensen, jullie zien het. Het spel FIFA 97 gaan we spelen. Ja. Voilà van Electronics Esports. Electronics Arts. Sorry, van Electronics Arts. Ik ga dat eens allemaal eens laten afspelen, want ik heb het zelfs al heel lang niet meer gespeeld. Wat heeft Steffi naar u gezegd? Steffi is naar mij toegestuurd. Ja, die stond toch... En foto's staat toch bij u op de GSM? Alles had gewoon in de kamer gezet. Hè? Dat vond ik van deze morgen in het schat. Ah. Hier zit je, het is FIFA 97, dus we gaan ook op start drukken. We gaan Fred nu spelen. Natuurlijk, indoor. Daarvoor heb ik het spel gekocht. Schat. We zijn in België. Oké, dat is goed. Staat België ertussen? Ik hoop het wel. A, B. Belgium tegen Germany. Oké. Okay. Het is nu even aan het laden. Good afternoon, this is John Motson and welcome to FIFA 97 Indoor Soccer. Thank you. Belgium to kick off. Oh, what a bad challenge there. Straight through for the keeper. Keeper trapped out. Yeah. Oh, he took that nicely on the chest. Ik moet nog eerst de knopjes ook nog terug leren kennen. Allerlei balletjes. Good control. What the heck was that? No problem. Wat doen we? En dan bocht hij met plan. Ai. Een tegentoepunt. Hier de replay. The score is Belgium 0, Germany 1. Belgium to kick off.
Nu ga ik het wel. Nu ga ik scoren. Nu voel ik het. Olé. Klinsman. Oh, keeper pakken. Goed zo. Reason. Oh, nee. Oh, ja. Oh, nee. Oh, that was definitely tackled from Levi. Ik ga even de settings veranderen. Want het staat op 90 minuten. Ik ga wel geen 90 minuten aan een stuk spelen. Dan gaan we het even aanpassen. Dus dat moet even laden weer al. Dat is het minpunt van de PlayStation 1, dat het nog altijd redelijk lang moet laden. Options. Vier minuten. En dan moet dat weer even laden. Saving data. We gaan een league spelen, ja. Indoor natuurlijk. En dan pak ik Nederland. Allee, we gaan Ajax nemen. Voor de Ajax-fans. En ja, dat moet altijd wel laden. Good afternoon, this is John Watson and welcome to FIFA 97 Start Indoor game. Soccer. Dus 4 minuten duurt de inhelft. Maar waarom doe ik dat altijd? Oh, sorry. Kijk, een kaart krijgen? Nee. Just won a free kick. Free kick. Taking a free kick. Nee, niet direct trappen. Kick is cool. Oh. Ja. Dat is een kaart, denk ik. That's a red card. I somehow think that's not the first card he's received this season. Speel met één speler minder, dus. Oepsie. Brilliant goalkeeper. Well played. Moet er terug even inkomen, hè mensen. George. Splendid pass. Ik ben er niet meer goed in, hè, mensen. Denk eraan. Maar nee. Good movement across the pitch here. Good strike. Oh. Even terug naar achter. En terug naar voren. Good ball by Clivert. Net niet. An interception there by Graf. Ja, ik probeer altijd zo langs de kant te passen. Shot uit. No problem. Was dat bij u? Ja. Oké. And he keeps getting the crosses in. Olé, ik zat niet zo goed bezig. Searching ball. Yes! Yeah!
Ik heb een goal gescoord. 1-0 voor Ajax. The score is Roda JC 1, Ajax 0. Bogard. A fair challenge by Hez. Yeah. Olay, another save. Good save, hands. Uitschieten. Well struck. Oh, nearly caught the keeper. Yes. Allee, jong. Weg uit hier. Het is 1-1. Good work in the air by Kluivert. Straight forward for the keeper. That shot's going nowhere. Het is 1-1. Oké, mooi. Passen. There's some good passing there. Lovely interplay. Good block. That's the end of the first half. Well, we've reached half time at the scores level. Where do we go from here, Andy? Right, let us in. We'll have a say it falls, John. That's it. Kickoff by Kluivert. Long pass. Kluivert beats his man. Goodness, why did he do that? Oh, good. What for the other? This. So after. The score is Roda JC 1, Ajax 2. Maar staan nee, waar ze wat gespreid doe ik altijd. Ja, het is twee golven, dan het is al twee achter, twee goalpunten. Dat gaat nog moeilijk worden. Het is wat dat de laatste speler aan hun kant staat. Ja. That's a great bit of play. Oh, nee, come on. That's his third goal, and that's a hat trick. Well, what a reason. A hat trick and a great performance. They're verloren. The score is Roda JC 1, Ajax 4. Yes. Alright, come on. Easily taken by Dos Santos. Yes. He's hit that one. Oh, hey, Monica's. A good tackle and challenge by Hez. Dos Santos got his head to it. The keeper saves. Nothing's troubled this keeper today from long range. Santos making that his. And he scored with a header from the corner. Well, that's as good a header as I've ever seen.
The score is Rode JC 1, Ajax 5. Rode JC to kick off. Ajax is toch nog aan het trainen. Great save. Well, nothing's troubled him today from... That's a red card. Well, to be fair, that's the referee's prerogative. Van der Sar taking the free kick. Nu moet het nog even te doen, Alex. Ooh, what a bad challenge there. That's a yellow card. Dat was wel moeilijk. He went in hard. When you talk about hard men, you talk about them. Hola, penalty. To be taken by Demchenko. He didn't have a chance with that one. Oh, fuck you, Dickie. Just give him a few, give him a chance. Ja, ik stond verkeerd dus op. Ajax is aan het winnen. The score is Rode JC 1, Ajax 6. Kick-off by Ujay. Oh, good work in the air. Good tackle. Kluivert scoort! Kluivert! Jawel, Kluivert scoort! The score is Rode JC 1, Ajax 7. That's it! The final whistle's gone! What a convincing performance there by the winners. Ik heb toch nog een goal gescoord, mensen. Je ziet het. We gaan nu door naar de volgende ronde. And here's the man of the match, En als het beeld zo wat trilt, dat is door een schatje even. Trilde die? Ja. Ja, sorry, geet op je gsm daar. Ja. Voilà, ik ben het nu ook al aan het saven. We gaan nu tegen Groningen spelen, dus Ajax speelt weer al uit. Groningen speelt thuis. Ajax heeft een betere shooting, heeft betere running, betere passing, betere defense en betere overal tegen Groningen. Dus dat is scouting report. Thank you. Good evening, this is John Watson. Welcome to FIFA 97 Indoor Soccer. Kick-off by Blauer. Ooh, what a bad challenge there. Yeah. Whoppa, Kluivert scoort weer al. Op 14 seconden. Holy shit, dit is wat mijn replay. Jawel, ik pas hem daar op staat erin en ik klop hem gewoon in de goal. The score is Groningen 0, Ajax 1. There's a chance! Hoppa, Kluivert scoort weer al. Wat is er van twee, Dat is iets van een filmpje. Groningen to kick off.
Je zit aan het opnemen. Ik kan niet zeggen waar de kijkers al zijn. Chest down for my hoisting. Oh, what a bad challenge. Oh, joh. Keeper safe, keeper safe. Nee, ja. Groningen scoort. Kom maar, Groningen spelers aan de uwe kant. Hey, passen, passen. Oh nee, het is 2-2, het is 2-2. Oei, 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 oei. Zo snel kan het veranderen. Hoppa, Georgië. Ziet dat. Heel mooi naar achter gespeeld. En dan in één keer naar voren. En dan shotten. Voilà, zeg. Zo moet dat. The score is Groningen 2, Ajax 3. Kick-off by Blauwe. Oh, ik kijk toch niet naar de verkeerde. Het is 3-3. Het gaat gelijk op, man. Het gaat echt heel mooi gelijk op. Kick-off by Kluivert. Oh, ha! Dat was even te ver naar voren gespeeld. Hola. Oh, die liep niet vrij. Ja, kom op. Good block. Good block. Nu doet het wel even voor alleen dat er een toepunt valt. Ik heb hem terug. And the intersection there by Behrens. Oh, allemaal terug naar voren, terug naar voren, terug naar achter bedoel ik. Van der Sar. Oké. Nee! Ja! Je ziet het. Groningen 4, Ajax 3. Ai, 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 ai. Ze zijn aan het verliezen. Ajax to kick off. Hey. He's won a free kick. Behrens taking the free kick. Allee, vraag toch niet naar achteren. Naar voren, naar voren. Allee, allee, allee. Dat is geen probleem voor deze goalkeeper. Moeten we dan een doelpunt scoren voor het terug gelijk te krijgen? Well collected by Bogard. Ja, scoren, scoren, Kluivert. 4-4. We hebben nog 30 seconden. Score is Groningen 4, Ajax 4. What the heck was that? Great stuff. Oh, the keeper safe. 5, 4, 3, 2. Driving header, it's gone in. Don't know. Score is Groningen 5 Ajax 4. Voilà, half-time. Half-time. Hier 5 en hier 4. Eke. Hier 4. Eke. Ja, computer is aan het winnen. De eerste helft. Je weet toch dat dat Nederlands voetbal is? Hè? Ja. Ja. Kick-off by Kluivert. Hij heeft die voetbalteam van Engeland laten afkomen, of van mij? Ja, Engeland. Engeland laten afkomen naar hier. Yes! Ajax scoort weer al. Georgië wint. PlayStation 1. Allee, Ajax spelers, naar uw kant toe. 5-5. Maar ik vind dat dat er niet uitziet, die voetbal. Op de Xbox ziet dat er beter uit. Ja! Dat zijn old graphics, Scott. Old graphics.
Ik mag dat toch zeggen dat ik dat niet leuk vind om te zien? Ja. Oh, ja, mooi geblokt. Oh. Ik heb net Uno zitten spelen. Twee keer gewonnen, één keer verloren, maar niet online, hè. Tegen computerspelletjes. Brilliant strike by Driver. Ik durf nog niet zo goed online te gaan. Ja, dat is prima, maar vandaag gaat het niet aan. Gele kaart voor Bianca. Oh ja, dan heb je daar meer dan tijd genoeg. Hè. Good save. Ja! Niet op de keeper sliden. Dat zijn rode kaarten, hè, als je op de keeper slide. This is football, not boxing. Ik ben aan het denken wat ik met de kleur kan. Free kick. Ja, dat is gewoon. Ah nee, Ajax staat achter met één goal. Toppunt. Tuurlijk. Ja, fucking hell. Twee punten al achter. Ajax staat achter. Waar? Score is Rangen 7, Ajax 5. Hallo. Good control by Heisey. Welcome back. The keeper saves. Now nothing's taken him today from long range. Heisey. Hey. Oh. I think we're going into the last minute of the game. Ik moet nog 2 punten scoren, de laatste minuut van de game. Jawel! Gaat het nog gelijk worden, ook nog? Nog 1 punt achter, come on. Ajax, come on. Hop, 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 hop. Naar je kant. The score is Rangnick 7, Ajax 6. Yes, 7-7. 7-7. Het is nog gelijk, het stand ook nog geworden. Kom maar, nou, nu nog de laatste punt, dan sta ik terug voor. Kick-off by Blauer. Oh, what a bad challenge. Kluivert. Free kick. Free kick, kom maar, shot. Ja, keeper, kom uit, ja. Seconds left to play. Ja, het is gedaan, het is 7-7. I see. That's the end of the match. 7-7, gelijke spel. Niemand heeft gewonnen. Tiebreak. End of the match, 7-7. And here's the man of the match, Lauwert. Kluivert. Kluivert was de man of the match. We gaan nog 1 spelletje spelen en dan is het weer al gedaan. Maar Ajax staat nog altijd bovenaan. Kun je even wachten met dat op te starten of is dat nu al te laat? Voor? Ik wou iets typen wat er aan de hand is. Ja, typ maar. Wacht, dat is nog niet te laat. Ik ben nog aan het zeven. En terwijl is hij aan het laden.
Oké. William is... William 2 is ook een redelijke goede ploeg. Dan gaan we eens zien hè, wat dat gaat geven. De laatste match van vandaag. Good afternoon, this is John Watson and welcome to FIFA 97 Indoor Soccer. Ik zit toch op Ajax, hè? Want ik zie dat ik met drie mannetjes aan het spelen ben, ja. Ah ja, oké. Okay. Die hebben bijna dezelfde... Ja, die hebben dezelfde bloesjes, dus wij moeten... Ajax to kick off. Ja, goed zo. Schieten. Jawel, George! We scoort al op 7 seconden. Op 11 seconden. Op 11 seconden. Sorry. Wordt al iets beter. Weg spelen met die bal. Weg. Uit onze helft. Kom aan. Dos Santos making that his. Alleen niet terug spelen. Ik stond daar helemaal alleen. Oh, ja, mooie save van de keeper. Oh, he took that nicely on the chest. Oh, die loopt weer helemaal alleen. Unbelievable skill. Allee, staat daar niemand achter. Allee, pak die dan! Pak die! Waarom pakt die nu niet? Nee. The score is Ajax 1-2-1. What the heck was that? Heel clever, scoort weer al 2-1. Ziet eens, wat een mooie pas. Hups, dat erin. Naar voren. Clever pakken en schieten maar. Willem 2 to kick off. Olé. Pistolet. Oh, terug. Ja, kom op. Lisanne, bij mij komt jij ook. George. Oh nee, de goal was helemaal vrij. En dan schiet ik er langs. Stewart. A fair challenge by Van der Sar. Oh, Dos Santos weer een rode kaart. Penalty. En het is geen goal. Oei. Die is vrij. Oh, leuk. Well collected by Promayon. Oh, keeper, pak dit anders toch eens te goed op. Olé. Long ball. Ja. No problem. Maar wij staan er altijd voor, dat is goed. Ja, wel leuk, het scoort weer al 3-1. De score is Ajax 3-2-1. Ik heb 3. Kick off by Buklau. Ja. Paske. Die vrij staat, ja. Oké. Okay. Oh, rustig nu. Tegenover spelen, ja. Mooi passenspel. Schieten! Allee.
De eerste helft is voorbij, we staan. Well, both clubs are working very hard. I'm not sure which way this will go. Ja, dat zijn echte beelden. Dus daar zit ook wel goede kwaliteit ook nog in de PlayStation 1, vind ik. Dan gaan we door naar de tweede helft. Nu mogen hun trappen. Terug. Van der Sar. Strong play by Bogart. What shot! The keeper's done well here. Blijf daar, weg uit die 16 of 4 meter of ik weet niet hoeveel meter dat on goal, eigen doelpunt. Ik heb in mijn eigen doel geschoten. Ja, dat kan ook gebeuren. Dus eigen doel heb ik geschoten. Dus ze hebben een gratis doelpunt van mij gekregen. Allee manneke. Ja, het is nu 3-3 terug. Oei, nu moet ik oppassen. Oh, nu moet ik terug een doelpunt scoren. Voor terug. Jawel, zeg het. Voor terug vooraan te staan. Ja. Allee, wat doe ik? George. Wat doe je? Ja, je probeert de bal te pakken. Ja, maar goed. Allee, weer de on goal. Weer een eigen doelpunt. Allee, twee keer en al. En mijn eigen doelpunt. Ik moet in de andere tour scoren. Dat is dat wat ik bedoelde. Score is Ajax 3-2-4. Oké, we staan dus achter. Oh dear me, that's a bad mistake. Derde keer al, hè. Derde keer in mijn eigen doel. Ja, zo kunnen ze wel winnen, hè. Oké, terug. Rustig spelen. Jawel, Kluivert scoort. Kom aan, nog twee goals. Kom aan, dat moet ook lukken, hè. Kom aan. Two to kick off. Oh, what a bad challenge there. George. Ik had de keeper geschoten. Ja. Nicely controlled by George. Great challenge. Allee. Pakt hij die af. Oké, daar gaan we wel, dat is wel een doelpunt, maar dat is toch niet. Even naar achter spelen, naar voren spelen. Oeh, niet op de keeper tackelen. Nee. Pak die dan! On goal. Ik heb weer een eigen doelpunt gescoord. The score is Ajax. Weet je wat die fans gaan zeggen? Nee. Dimitri, je bent lang bezig. Denk het ook. Het is de bedoeling dat je dan de tegenstanders in de goal moet schieten. Zo, like dit. Hoppa. Oh, en dan moet hij goal. Dan moet de controles nog eens te goed eens bestuderen. Voilà, Kluivert scoort, kom aan. Nog één goal. Nee, nog twee goalen. Nee, maar dat gaat niet meer. Dat gaat wel als je goed bent. Ja. Nee. Ja, ik zou weer nog niet twee toepunten maken. Dat is niet meer haalbaar. Want het is gedaan. Kijk maar, ik schiet uit en dan is het gedaan.
Ipia. And there's the final whistle. They came into the match as favourites, so the win is surprising. Nou, zie je om te kijken? Nou, deze hopeloze Ears. Eigenlijk, Arts of Super. Ik weet het niet. And here's the man of the match. Met de voetbalspelletje. Hm? Met de voetbalspelletje. Ja. Hoeveel plaats sta ik nu? Dat gaan we nog wel nog bezien. En dan denk je wel om weer een deel uit te maken van een voetballeven. Bij mij kon je het ook zien op mijn scherm. Ja. Saving data, voilà. Ik save het er gewoon over. Voilà. Waarom lukt dit dan niet meer? Hoe is de plaats staan wij nu? Dat wil ik nog wel weten. Oei, nee. Dus hier eindigen we. Ik dank je wel om naar FIFA te kijken. Mensen, 97. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten van mijn FIFA-affaire. Mijn amateuristische voetbal. Oh my god. Ik ga, dus zoals ik nu, dat je misschien al hebt gezien in mijn beschrijvingen, ik ga er wat tijdstippen ook inzetten van, op die tijdstip komt dat, op die tijdstip komt die game erin. Ik moet ook nog zien, als ik vandaag nog rond 12 uur 's nachts nog te goed wakker ben, want ik wil ook nog de gaming movies uploaden. Dat is om de beide 115 gigabyte, waar dus richting YouTube moet gestuurd worden. Dus dat kan letterlijk uren duren. Daarom dat ik dat s'nachts ga doen, omwille van dat ook dan mijn pc te continu kan aanblijven staan. Maar ik slaap dus op een andere kamer. Dus dan heb ik daar ook echt geen last van. Ik hoop dat jullie daar ook nu mee op de hoogte zijn gebracht. Ja, ik zal zeggen nog altijd stay safe. Blijf thuis, blijf in je kot. Ik probeer ook nu iets langere vlogs van te maken. Dat jullie hier dan ook wat inspraak hebben. Hebben jullie vragen of zo? Laat het hieronder in de comments weten. En dan nog iets. Hebben jullie leuke tekeningen? Op volwassenen tekeningen vlak. Laat het hier ook in de comments achter. Ofwel PM'tje mee op Discord. De link staat ook in de beschrijving van Discord. Stuur dan die foto door. Dan kunnen we daar een beoordeling op doen. Ik en mijn schat Bea. Want die is nu heel zwaar aan het zoeken naar afbeeldingen. Hè, schat? Ja. Men ziet op haar laptop. Is zij nu bezig? Ziet? Op, hier al. Daar staat een tekening nu, maar je ziet het nog wel niet te goed. En je ik ben. Ook dichterbij zetten, hè? Opblieft? Dat je het ook dichterbij mag zetten, hè? Mag laten zien. Oh, oké. En hier van boven, daar zie je, ik kan niet meer te goed mijn vingertje plaatsen. Er zit ook al een tekening wat zij heeft gemaakt, en dat vind ik echt heel mooi. Maar zij is nu heel zwaar aan het zoeken, ook voor haar bezig te houden. Ik ben wel blij met mijn FIFA-spelletje. Yippie-kaye, motherfuckers. Oh, dat zei je toch zo graag. Of lekker. Dus ik ga eens heel eventjes meekijken. Nee, staande. Daar ga ik het meer, hè. Maar, ik best dat je die eerst opslaat. Maar die staat al op mijn computer. Ik heb die zo geopend. Hoe dan? Kijk, hè? Ja, ik ga even meekijken. Ik ga jullie dus laten nu. Tot zo. Je ziet, zo mensen, je ziet dat ik terug een jas aan heb. Ik ga hem eens een keer naar de printer toe. Dan is hij weer Lies afgeprint. Nee, die is niet aan het printen, schat. Heb je al op afdrukken geklikt? Of niet? Oh ja, dan moet je nog eens je laptop nog eens rebooten. Denk ik. Ja, want die is niet aan printen.
vind dat ook soms raar dat hij dat niet doet. Maar nog een keer proberen. Ja, doe eens. Ze heeft op afdrukken geklikt, maar er gebeurt niks. Nee. Ik denk dat je nog eens moet rebooten. Dat is soms een fout van Microsoft. Daarom dat ik haat Microsoft. Sorry als ik het zeg. Moet ik de raampjes ook wat doen nu? Nee. Mag die zo open blijven? Nee. Maar ik kan nu niet rebooten. Waarom niet? Omdat ik ook op... Met hem op Discord zit, ja. Maar de andere zit er toch ook nog op? Moet je gewoon terug connecteren? Allee, mensen, ik ga nu naar de Aldi toe. Voor haar wasmiddel gaan te kopen. Dus dan ga ik ook weer al wat geld meenemen. Ja, maar we hebben liefst cash. Oké dan, ja. Cash. Dat je betaalt met bankcontact, daar zit met mijn microfoon op. Ik weet het, mensen. Maar... Als ik geen geld op mijn rekening heb staan, dan kan ik het ook niet betalen. En ik ga niet even een overschrijving doen van mijn spaarrekening naar mijn gewone rekening toe. Dat doe ik niet. Dus voilà. Bij deze steek ik het nu in mijn portefeuille. Portefeuille toe, die van Knol Power. Dit, Knol Power. KP. Voilà. En zo'n knol, dat is echt een hele mooie portefeuille hoor. Ik gebruik die al jaren nu. Dankjewel. Daarvoor. Dus schatje, ik ben door. Had ik die al uitgelegd of niet? Nee, ik weet al wat. Nee, zeker. Ik snap het niet. L&M? Nee, dat is de kleinste. Ik had ook een hele grote pak aangekocht. Nee, zeker. Hier ook niet. Nee, dus ik ga nog even een zoektocht doen. En dan ga ik vertrekken. Joe, bye bye, tot ziens. Zo mensen, ik ga nu weer wel naar buiten toe. Ik ga nu naar de Aldi om een wasmiddel te kopen. Want we moeten ook naar de wasserette voor haar. Kijk hè. Nu heb ik daar geen angst van, want daar zit een beestje. Die beestje gaan we mooi buiten zetten, kom. Want je hoort hier niet binnen te zitten. Oh, zie dus. Ik zit hier echt buiten. Op staat er hier. Kom maar. Voilà. Die gaan we mooi in het zonnetje zetten. Voilà, in het gras. Kom, hop. Voilà, zo, daar loopt hem. Terug de vrijheden. Woehoe! En geniet maar weer af van een timeslap richting Hasselt. Voilà. En het is eigenlijk goed buiten. Maar nog altijd. Corona alarm. Corona alarm. Corona alarm. Allee, tot ziens. Maar ik moet nog mijn handschoentjes uitdoen. Want ik kan het anders er niet uitduwen. Want die pakt dat niet. Tot ziens. Hier bij de Aldi kwam ik nog een paar ex-mensen van de carnaval tegen. Het is wel eens aangenaam om eens terug te bekijken. En mensen proberen daar ook zo weinig mogelijk contact te nemen met uw gezicht. Het was juist weer al zonder bewustzijn. Dus bij deze. Ik ga nu terug naar mijn appartementje toe. En dan gaan we hoogstwaarschijnlijk naar de wasserette. Tot daar eens.
morgen naar de wasserij te gaan. Vandaag dus niet. Dus dat maakt niet uit. Dus de wasmiddel blijft dan gewoon maar in mijn auto liggen. Wat ik wel raar vind is dat ik mijn mondmasker kwijt ben. Maar ja, maakt niet uit. Voor de rest is alles terug in orde. Dan ga ik nog eens even langs haar een klein dutje doen. Zo mensen, ik heb me nog even bezig gehouden met FIFA 97. En het is nu 11:30 s'nachts. Maar ik moet redelijk wat stil zijn, want op die kamer hier langs ligt mijn schat te slapen. Dus kijk, ik heb hier dus echt nog FIFA zitten te spelen. En dan, wat ik ook nog heb gedaan, is op die PC, je ziet, wacht hè, ik ga eens kijken als jullie het gaan zien. Ziet, die blijft deze nacht volledig aanstaan. Waarom? Ik ben de Gaming Movies aan het uploaden. Dus wat jullie al een paar hebben gezien. En de laatste die hierna komt is Day of the Feed Source, de 26e gameplay, wat ik al heb gespeeld. Ik ben ook heel zwaar beginnen te gamen op Trackmania United Forever. Waarom? Omhoog van, als deze filmpje online is gekomen, om 8 uur stipt begint mijn competitie. Daar gaat een server een hele week online blijven staan. En daar moet ik gaan op gamen. Dus daar moet ik mijn goede tijden neerzetten. En dan, ja, kijken als ik een prijs win. Want, kijk eens mensen, moet toch lukken hè. Eerste plaats track, Compo Trackmania United. Van Dierhalla Lamparty, hun eerste editie. Deze is op 1 editie gebleven, maar ik ben daar ook naartoe geweest en ik heb dat daar ook gewonnen. Dus bij deze ga ik ook nu opnieuw een comeback doen. Dit is mijn eerste toernooi na 4 jaar stilgelegen te hebben met Trackmania United Forever. Dus qua competities, hè. Dus ik ben al redelijk lang ook al terug aan het gamen geraakt. En ik heb het dus maar terug te pakken. Bij deze. Dus ik ga nu ook de vlog vlog afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er eigenlijk een video wordt gepubliceerd op mijn YouTube kanaal. Dankjewel voor een deel uit te maken van Diem de Remus' leven. En ook een deel uit te maken van Bea haar leven. Die daar ginder in Dromenland ligt. En de deze gaat nu ook richting Dromenland vertrekken. Dus PC'tje, slaap wel. En tot morgen. Ah ja, even checken. Die staan ook nog uit. Dus als er geen blauwe lampjes aan zijn, betekent dat die uitstaat. Toppie. Tot morgen. Yo, de ballen! Ik had toch geluk ook nog, ziet. Ik had nog geluk. Ja, je zit hier 2 keer op PlayStation 1. Toppie. Salut.